Ja. Welkom bij een nieuwe vlog van familie Blom. Vandaag gaan we karoën. Ja. Hey. Zo, Gideon, daar gaan we. Ja. En Julian. Zo, daar gaan we, joh. Een driepersoons kano hebben we. Jij gaat dit midden, Julian? Ik, ja. Ik ga dat zo bij je laten zien. Oh ja. Navigate. Ja. Ja. Voorin. En dan ga ik achterin. Nou, we gaan zien. Yes, you push? Oké, that's good. Nou, daar gaan we. Julian, je moet paddelen. Moet zo. Papa. Het is echt heel mooi hier. We hebben een heel mooi uitzicht. We zien allemaal kastelen langs de kant van de weg. Van de weg. Langs het water. Heel mooi. Je blijft niet zoveel te doen, toch? Rustig roeien. Gion. Gaat het? Ja, gaat. We gaan even wisselen. Julian wil achterin zitten, die wil in een relax stoeltje zitten. Ga ik in het midden. Kijk of dat lukt. Kunnen we overstappen zonder dat de kano omvalt? Dat doe je expres. We gaan toch weer wisselen, want als ik in het midden zit, kan ik niet goed sturen. Dan gaan we echt alle kanten op. Dus ik ga weer naar achter. Maar ik heb net het been opengehaald. Of een keer gaat gebeuren. Zo, hey, ik moet voorzitten. Zo, gezellig. Jo, hè? Wil je per se wisselen? En Julian, moeten we nog heel ver? Nee, ik had dat zelf al weten. Waar begonnen we? Het is toch prachtig hier, kijk dan. Al die kastelen. Dat kinderen dat niet mooi vinden, hoe kan dat nou? Ja, dat vind ik niet mooi, nee. En ze zijn allemaal, ja, je ziet toch wel. We gaan lekker zwemmen. Kom je? Ja, ik kom nog. Is het lekker water? Oké, 3, 2, 1. Met twee was het echt lekker. Nee, ik vind het niet. Hallo. Meisje. Ja. Lekker. Hier kwam ik eigenlijk voor. Wat vond je leuker aan het kanoën? Het ijsje. Even leuk. We gaan weer een rondje fietsen. Dit is 60 kilometer als het goed gaat. Nou, en Jaap-Jan is er ook bij. Vriend Jaap-Jan. Morgen. Morgen. Die gasten die zijn echt in velden of wegen te bekennen. En ik zit hier te puffen. Hellinkje op. Het is nog geen zo heel stijl. Valt best mee. Maar ik heb natuurlijk gewoon een slechte conditie. Hey. Hebben jullie al lekker appeltaart gegeten? We hebben een bakje koffie gedaan, appeltaart. Gaat het timen? Ja. Oh, heel relaxed. Ik kan nog wel, ja. Hij is net wakker, joh. Net wakker, ja. Joh.
Ik heb er al een werkdag op zitten voor mijn gevoel. Het is wat. En dan moet je nog omhoog. Ja. We hebben het eindpunt. Dit is Rocamadour. En dat is 30 kilometer. Dat hebben we nu gedaan. En dan moeten we natuurlijk nog wel even terug fietsen. Het was wel de langste rit tot nu toe, hè? Ja, maar klimmen gaat bij mij altijd goed. Ja, joh, een gespierd lichaam. Joh. Kijk, is helemaal kapot, joh. Hier. Helemaal niet, joh. Hij is helemaal niet kapot. Kom je erbij. Hey, dit is toch fantastisch, jongens. Dus hier. Als je hier kan gaan zitten. Ja, voor mij is dit echt een hoogtepunt, hoor. Om te fietsen. En vooral ook met timen. Even zonder de kinderen. Dat is ook wel lekker. Even rust. Dus nee hoor. Het zou bijkomen eigenlijk. Ja, we genieten ook natuurlijk van de kinderen. Zeker, zeker, zeker. Maar even quality time ook met timen. Ja, je kan goed sporten, jij, hè? Ja. Sportschool. Nou, als je even niet naar de gym gaat, dan moet je wel je benen trainen. Dus fietsen, dat is goed voor je kuit, hè? Bovenbenen. Hier, kijk dan. Hoort erbij. No! Questyland, dat is een zwembad in de buurt van de camping. Heb je er een beetje zin in? Heel erg, ja. Een beetje naar het waterpark. Is een waterpark zo leuk? Is het zo leuk? Ja, is een waterpark leuk? Leuk? Ja, heel leuk. Welke is het leukst? Deze. Oeh. 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 Hoe was het? Hij vindt het heel erg leuk, hè? Hij wil de hele tijd het water in, hè? Vind je het zo leuk? Ezra, ben je moe? Ja. Heb honger zeker? Ja. Ja, dan gaan we maar deze weg. Dat was het daar dan. Ben je weer zwemmen? Ezra! Dat is een ding. Ja! Ja! Ik wil botsen! Je botsen, hè? Nee! Nee! En dat is een bos! Oh ja! Die is heel groot! Heel groot! Ja! Is het lekker? Ja, hier kan je stap! Heerlijk, lekker zwembadje! Hey, Gideon! Is het leuk hier? Ja, het is zo leuk.